Hey en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie waarschijnlijk in de titel al hebben kunnen laten zien. Ik kom niet uit mijn woorden. En nog iets, dat was een... wat was het ook weer? Dus daar ben je ook een hoop tijd mee bezig, gewoon pillen slikken. Hey en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie waarschijnlijk in de titel al wel gezien hebben, gaat deze video over hoe ik mij nu voel een week na de operatie. Dus een beetje een update om wat daarover te kunnen vertellen en hoe ik me voel en wat me meegevallen is en wat me tegengevallen is. Het is nu 1,5 week na de operatie, dus ik heb een paar dagen gesmokkeld. Maar die heb ik ook echt aan het begin wel nodig gehad om even op te knappen. Dus daar wil ik het eigenlijk vandaag gewoon over hebben. Ten eerste, de operatie zelf, zeker de operatiedag. Ik bedoel, jullie hebben dat natuurlijk al kunnen zien. Ik was stiknerveus, echt heel erg zenuwachtig. En het duurde allemaal lang en ik werd uiteindelijk om 2:00 's middags geholpen. En ik moest nuchter zijn, dus je hebt honger en dorst en je mag niks eten en niks drinken. En het is allemaal niet leuk. En ja, dat was gewoon, weet je, zo'n opnamedag is nooit de meest relaxte dag die je kan hebben. Maar ik moet zeggen, toen ik eenmaal de operatiekamer opging en je dan onder narcose gebracht wordt en wanneer je dan wakker wordt, dan valt het eigenlijk wel mee. Je hebt dus een morfinepomp, die krijg ik in het ziekenhuis om zodat je zelf met die kon je zelf bedienen, zodat je dus wanneer je echt pijn had kon je op het knopje drukken en dan kreeg je een beetje extra morfine. Zat natuurlijk wel een limiet aan, maar dus dat hielp wel. En ik heb die eerste dag eigenlijk weinig meegekregen. Ik heb veel geslapen en ook mijn familie is rond 5:30 volgens mij zijn ze langs geweest. En ik heb ze gehoord, maar ik kon mijn ogen bijna niet open krijgen en ik kon gewoon niet goed wakker worden. Ik heb wel wat teruggezegd, een paar woordjes en ik heb gemerkt dat ze er waren, maar daar hield het een beetje bij op. Nou ja, en dan de dag daarna, dus zaterdag de 14e. Dan ben je dus nog steeds in het ziekenhuis. Je mag gelukkig al op tijd douchen, gewoon wanneer je wilt. Zolang je maar gaat zitten, ik mocht niet staan douchen. En voorzichtig uit bed, rondje lopen. En het ding was dus, ik moest 1,5 liter vocht op hebben voordat ik naar huis mocht. En dat klinkt heel erg veel en dat is ook heel erg veel, zeker voor een net geopereerde maag. Maar ze zeiden, wij moeten zien dat jij per dag 1,5 liter op kan krijgen. Dus willen we dat je hier 1 liter drinkt, zodat je de rest van de dag dan nog hebt. En als we dat niet zien en of niet geloven dat je dat kan, ja, dan houden we je hier nog een nachtje. Nou, dat wou ik absoluut niet en gelukkig kon ik die nacht ook bijna niet slapen. Dus ik heb al vanaf 5:00 's ochtends begon ik met drinken. Nou ja, je kan echt, zeker de eerste dag, 2 kleine slokjes en meer dan dat lukt niet. En ik moest ook mijn medicijnen slikken, gewoon... Die kreeg ik niet via infuus, pijnstilling, ik moest gewoon paracetamol slikken en een maagbeschermer slikken. En nog iets, dat was een, wat was het ook weer? Ja, een soort ontstekingsremmer. Cerebrex heette het. En, maar dat waren dan 4 pillen. Ja, en die paracetamol echt in halfjes en 2 kleine slokjes. En dan moest je weer even 5 minuten wachten. En dan kon je het tweede halve paracetamolletje slikken. En je was echt 3 kwartier bezig met al je pillen slikken. En je bent wel blij dat je paracetamol krijgt. Want vanaf die nacht wordt de morfinepomp ook weggehaald. Dus dan mag je dat niet meer. Dus je moet gewoon met paracetamol doen. Nou ja, het ging goed te drinken. En ik kreeg ook een beetje vla, weet je wel. Dat lukte ook. Dus ik mocht 3:00 's middags naar huis. Dus dat was heel fijn. Nou, toen ben ik hier thuis geweest en vooral heel rustig aangedaan die eerste dag. En nog wat geslapen en proberen maar een beetje je drinken binnen te krijgen. Want je moest dus echt 1,5 liter per dag proberen op te krijgen. Nou, dat is me echt 1 week lang niet gelukt. Het is nu 1 aantal dagen dat het wel lukt. En zeker omdat het nu bloedje heet is buiten. Maar het is me de eerste dagen echt niet gelukt. Ik kwam op 600, 700, 800 milliliter. En dat was het wel een beetje. Ja, en verder. Nou ja, behalve het eten en drinken. Wat gewoon wel lastig is. En
heb je natuurlijk ook vermoeidheid, want je slaapt heel slecht. Ik kon ook echt alleen maar op mijn rug liggen. En op je zij doet gewoon echt pijn, dat trekt aan je buik. Dus ik heb een week lang alleen maar op mijn rug gelegen. En ik kan niet slapen op mijn rug, dus ik heb een week lang echt verrot geslapen. Het was echt niet leuk. Dat je echt om het uur bijna wakker wordt en dat je niet meer dan 5 uur per nacht uiteindelijk kan slapen, terwijl je bijna 9 uur in een bed ligt. Nou, en dan ga je er 's ochtends om 6:30 al een keer uit, omdat het gewoon klaar is. En dan ga je om 9:30 er weer in, of 10:30. En dan slaap je een paar uur en dan kom je er weer uit. En dan ga je om 4:30 's middags ga je er weer in. En dan kom je er om 4:30, 5 uur uit. En dan red je tot, tot in de avond en dan ga je weer op tijd je bed in. Dus ik heb veel geslapen die eerste dagen. Ze zeiden ook dat dat moest, dat dat normaal was. Want je slaapt slecht, je eet weinig, je hebt weinig energie. Dat merk ik nu nog steeds. Ik heb gewoon een laag energielevel. En dat is ook niet raar, want er komt natuurlijk weinig voedingsstoffen binnen. En dat is logisch, maar dat voel je wel echt. Dus ja, dat viel me wel, tegen niet echt. Maar het viel me wel op dat ik veel moest slapen. En ondertussen slaap ik nog maar 1 keer per dag. En soms lig ik alleen maar, slaap ik niet eens. Maar ik probeer nog wel echt 1 rustmoment op de middag te pakken. Dat ik een beetje bijslaap. Want ik slaap 's nachts wel een stuk beter. Ik heb nu 2 dagen achter elkaar niet 's nachts wakker geworden. Dus dat is wel heel fijn. En verder. Ik moet een hoop medicijnen slikken. Wat allemaal, dat ga ik nog uitgebreid in een losse video apart vertellen. Maar ik ben dus eerst vier keer per dag paracetamol. En 3 keer per dag ook nog andere pijnstilling. Wat dan wel samen gaat hoor. Maar je slikt een hoop medicatie. Ik heb echt tegen galstenen, tegen pijn, tegen misselijkheid, maagbeschermer. Van alles erop en eraan. Dus daar ben je ook een hoop tijd mee bezig. Gewoon pillen slikken. Puur alleen pillen slikken. En verder valt het me eigenlijk wel mee. Ik heb visite gehad en dat vind ik alleen maar heel gezellig. Het is wel vermoeiend, maar dan ga ik daarna gewoon weer even rustig aan doen. De pijn valt me echt wel mee. Dat was misschien nog hetgene waar ik me het meeste zorgen om maakte. De pijn. En dat valt me echt heel erg mee. Dat is oké. Je hebt wel gewoon je pijnstilling nodig. Maar ik ging na een week, dus nu een aantal dagen geleden, ging ik van 4 keer per dag naar 3 keer per dag paracetamol. En over een paar dagen ga ik het proberen met 2 keer per dag. Dus ik ben het wel echt aan het afbouwen. Dus dat is wel heel fijn. Het enige wat ik echt nog... eigenlijk viel het me allemaal wel mee. Het eten, ja, dat wist je van tevoren dat het moeilijk ging. Maar ik ben blij dat ik nu 1,5 liter vocht op een dag binnenkrijg. En de pijn valt me mee. En het slapen is ondertussen heel fijn. Dat op mijn rug vond ik echt niet leuk. Dus dat viel me tegen. Maar buiten dat valt het mee. Het enige wat me nog een beetje tegenvalt is dat ik ga keurig 2 keer per dag een rondje lopen. Omdat we moeten bewegen voor je genezingsproces. Maar ook voor je trombose. Omdat we een kans hebben op een trombosebeen of een longembolie. En dat wil je niet. Dus ga keurig 2 keer per dag een rondje lopen. En eerst kon dat echt maar een heel klein stukje. En ik was echt kapot. Ik was echt bek af. En dat is ook allemaal helemaal normaal. En dat hoort erbij. En je hebt gewoon weinig energie. En er zit weinig kracht in je lichaam. Maar dat viel me wel echt tegen. Hoe snel je moe bent en kapot bent van echt 100 meter lopen. Weet je wel. Ik denk dat het wel een beetje was voor deze eerste week. Ik hoop gewoon dat ik over een paar dagen weer een beetje vast voedsel mag eten. Want dat vloeibaar komt me ondertussen wel mijn neus uit. Ik heb wel manieren gevonden om te variëren. Dat is wel heel fijn. Weet je wel, kwark met smaakje, kwark zonder smaakje, een beetje vla, een beetje pap. Waterijsje mag ik, bouillon, soep, fruithapjes, fruitsmoothies. Dus daar is op zich wel genoeg in te variëren. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon heel graag weer eens op een crackertje kunnen kauwen. Weet je, dat is wel... daar kijk ik wel naar uit. Ja, dat was het eigenlijk voor deze video. Dus vonden jullie het een leuke video? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En abonneer op mijn kanaal als je mijn avontuur wil blijven volgen en op de hoogte gehouden wilt worden. Ik ben heel blij met alle lieve reacties die ik tot nu toe gekregen heb. Dat doet me echt heel veel goeds. Dus tot in mijn volgende video. Doei doei!